rust op. En ik zou er ontzettend van balen als ik nu weg moet. Wie een pelgrimsmissie verliest, loopt een gevaar dat je eruit vliegt. En dat gevaar lopen jullie alle vier, behalve één persoon. En dat is degene die vrijstelling krijgt van het andere team. Maar heeft Leo de groep zover kunnen krijgen dat zijn geheime plannetje met Bert succesvol ten uitvoer wordt gebracht? En daarom vraag ik nu of Leo bij hem wil komen. Leo, ik weet dat het een moeilijke beslissing is geweest, maar ik wil nu van jou weten, wie van deze vier krijgt vrijstelling? Het was een lastige keuze. Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor Bert. Yes! Had ik al gezegd dat ik van jou hou? Yes, yes. Bert, je mag met Sjoerd mee. Yes, yes, yes. Je bent vrijgesteld van eliminatie. Yes, yes, yes. Ik was echt blij dat ik het niet hoefde te doen. Leo heeft mij gered, ja. Ik denk dat Bert en ik wel ver komen. Ik hoop Leo tot de laatste uitzending als vriend te houden, maar daarna ga ik hem afmaken natuurlijk. Voor jullie alle drie hangen er drie kruiken. Die zijn gemerkt met een kleur. Jullie krijgen van mij alle drie een sjaal met een kleur. Wiens kruiken als eerste alle drie kapot gegooid zijn, die is uitgeschakeld en gaat naar huis. Een keiharde strijd waarbij ik jullie allemaal veel succes wens. Het was een opdracht waarbij ik helemaal niet gehinderd werd door mijn been. Dus iedereen kan verliezen. Ieder heeft drie kruiken. De persoon wiens kruiken als eerste allemaal gebroken zijn, is uitgeschakeld. Het is hartstikke moeilijk. Kermis doe ik het wel eens, weet je wel, met mijn kind. En dan met die ballen op die blikken. Dat is lastig. Dat is veel moeilijker dan het eruit ziet. En dit is nog een keer of 6, 7 zo moeilijk. Oeh, Sjoerd is een straatgooier. Je zag echt zo'n schoffie ineens naar buiten komen. Weet je, zo'n schoffie. Is dat geel? Zie ik die goed? Ja, dat ben ik. Die zie je goed. Is dat het? Ben jij dit? Ja, dat ben ik. Oké, nou. Al heel snel, toen het spel begon, bleek dat zowel Sjoerd als Kim op geel gingen. Dat was ik. Oh, jullie zijn echt op een tactiek bezig. Jullie spelen met z'n tweeën tegen mij. Vind je het toch verdacht, hoor, Sjoerd? Toch maar op geel, hoor. Kan me niet schelen.